ze hebben niet zo heel veel nuttigs gedaan. Ah, nee. Yo mensen, ik ben Jeroen, ik heb vandaag. Vandaag gaan we verder met de Legend of Zelda Twilight Princess. Dit zijn kutbeestjes, die moeten even dood. Dat je dat even alvast weet. Dankjewel. Ik zie daarboven iets wat we waarschijnlijk moeten gaan aanslaan. Dan hebben ze zo'n switch ding. Zo van, oh, switch de switch de switch. En dan wisselt er iets om en dan... Ja, op die manier. Komt er iets uit hem? Nee, dat niet. Dit water ziet eruit alsof er shit op de bodem ligt, hé. Skeletten, daar is iets op de bodem, hé. Hoe raadt hij het toch, deze jongen? Echt zo, wow. Nou, duwen, duwen, duwen. Uit mee. Swim. Go naar boven. Tja, jongen, wat een verrassing. We moesten naar de bodem toe. Nou, wat gebeurt er als ik hier op sta? Ik ben benieuwd. Oh, hey, dat is... Again. Again. Ze gebruiken het wel veel in deze dungeon. Nee, de dungeon staat een beetje heel erg onbekend of dit wordt gebruikt. Ik wil me af hoe de Gorons hier dan zelf trouwens overheen kunnen... hoe noem je het? Bewegen, transporteren, doen, Jensen. Ja, je snapt wat ik bedoel, hè? Ik hoop het wel. Nou, dit gaat naar beneden flikkeren, gok ik. Nee. Het gaat over tot daar en dan gebeurt er dus zo'n coole stroming. En dan gaan wij hierop staan, dan zakt dit in. Dan flikken wij onszelf gewoon naar beneden en dan zo van... YOLO! Bots er tegenaan. Nice. Lalalala. Eigenlijk zou het best wel niet echt kunnen in het echt, want als je een magneet hebt die zo sterk is dat hij tegen de muur aan vastgeplemd kan hebben, dan moet je als eerst nog jezelf overeind kunnen houden als je tegenaan staat. Met de tweede kan je hem dan niet zelf lostrekken. Nou, hoppakee. Later in het spel krijg je een pijl en boog voor dit soort dingen, maar weet je, nu niet. Nu hebben we hem niet, ja. Best wel jammer. Oh kut, het gaat gewoon weer dicht. Er zit gewoon opgesloten hier zo meteen. Jong. Deze soort weer zeker weer voordat hij open gaat. Ja, oké. Okay. Zo komen we zo meteen weg. Hier, lasers. Lasers. Ik heb vandaag een shit van Legend of Zelda Wind Waker opgenomen met lasers. Ik heb een beetje genoeg van die lasers. Nou, voor mij krijg ik hier trouwens... Ja, als ik het zo zie, zou ik echt denken dat we hier een item krijgen. En met item bedoel ik de bow and arrow. Ik zeg denk dat we hier nou niet zouden kunnen krijgen hoor. Oh, what the fuck ik allemaal doe, ik heb geen idee. Ik kan de camera niet eens meer besturen, wat is dit? Jongens. Nou, verplicht deze kant op. Oeh, wat zit hier in de kist? Dit is een grote kist, er zit iets cools in. Wat zit er in de kist? Ik gooi een kompas als hij zo open doet. Nee, a piece of heart. Nice. One more, we hebben een volledig hart. Chill. Dan gaan we naar die kant toe, lijkt mij. Nou, dan niet, hè. Dan niet. Dan gaan we wel naar rechts. La la la, kut lopen. Go. Nieuw. Oh, we hebben een sleutel nodig, kut. Waar halen we die sleutel dan vandaan? Muts. Het is ook weer niet over nagedacht, hé. Waar halen onze sleutel vandaan? Hè? Leg dat dan eens uit. Jong. Nou, ik ben hier weg, kerel. Ik kom zo meteen wel weer een keer terug. Is hier niet ook nog iets anders? Zo. Nee, hier is gewoon niks. Dit is gewoon... een doorstroom puzzelkamer dinges, maar we kunnen hier niks doen omdat we geen fucking sleutel hebben, dus we moeten een sleutel gaan zoeken in de dungeon. Obvious. Nou, dan
gaan we dus hoe moeten we hier dan naar boven komen? Ja, waarschijnlijk heb ik gewoon ergens een kist gemist of zo. Als het zo is, dan heb ik echt een kist gemist ergens. Hè. Oh, zijn die kutbeesten er weer? Meen je die? Nou, dood. Allemaal. Ik zou allemaal geen uitzonderingen maken. Iedereen, elk enkeling van jullie gaat neer. Zo. Oh, 5. Vind je toch best wel snel geld op deze manier, hè? La 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 la. Ergens op de bodem of zo. Misschien. Ja, hier is een kist. Nice. Als hier zo meteen een sleutel in zit, jongen. Ah, een sleutel. Wat een goeie, hé. Wat een goeie, hé. Dat had ik niet verwacht. Dus wel. Na. Oh. Derings. Moet ik dat dan ook weer zo doen? Of kan ik het ook gewoon zo doen? Of kan ik zeggen dat ik het met deze dingen doe? Het werkt niet. Was te proberen. Was zeker weten te proberen, weet je. Je kan altijd proberen. En als het niet lukt, ja, jammer dan. Weet je, niet geschoten is altijd mis. Zo zeg ik het altijd maar, weet je. Er zijn heel veel mensen die dat zeggen. Maar ja, als je niet schiet, hoe kan je dan raken? Dan heb je dus gewoon altijd mis, weet je. Als je niet raakt, dan mis je. Feit van de dag. Niet schieten is missen. Nou, lekker lopen dan maar, hè. En dan toe en dan de sleutel. Hopelijk gebeurt er nog iets daarachter. Want ja, anders hebben we niet zo heel veel nuttigs gedaan. Oh, nee, fuck, ik sprong ernaast. Ik heb zo hekel aan. Net zoals bij die vorige aflevering sprong ook de hele tijd. Liep mezelf ook de hele tijd ongeluk vallen. Ook echt kut om dat te doen, hè. Het is gewoon kut, hé. Gewoon kut. Go. Trouwens, wat heel raar is, want ik heb namelijk net eentje geëdit. Dat dit niet werkt. Ja, het dat niet werkt. Het klinkt heel vaag. Ik probeerde het net te editen. En het was gewoon echt... De kwaliteit was veel lager dan het hoort te zijn. In de preview is het een kwaliteit 10 keer hoger. Dus ik weet niet wat de fuck nou allemaal mis is. Maar ja, de kwaliteit is gewoon niet zoals het hoort te zijn. Wat gewoon echt kut is. Gewoon kut, ja. Oh, what the fuck, nou ben ik en dan springen we gelijk even vanaf. Jeroen, je bent zo'n domme aap, hè. Je bent zo'n domme aap. Kom je ergens, vergeet je te doen wat je moest doen. Jong. Echt. Ook iets wat alleen ik kan doen. In ieder geval, de kwaliteit is een beetje lager. Misschien dat deze video dan al weer meevalt. Maar het is gewoon even kijken hoe het ermee zit. En anders dan doen het na deze 5 afleveringen. Dus volgende week nog eentje weer op de ouderwetse manier. Alleen, die ouderwetse manier die werkt dus even niet. Dat is gewoon prima. Dus dat is voor mij geen reden om het weg te doen. Maar ja, het lukt dus gewoon even niet op die oude manier. En ja, daarom doe ik het even op deze manier. Door de editing, ja, op zich aan de ene kant qua stem en beeldgeluid zetten makkelijker is. Alleen moet het beeld helemaal gaan aanpassen om de kwaliteit een beetje normaal te krijgen. Dus daardoor is het wel wat moeilijker. Dus ja, het maakt niet heel veel uit de kwaliteit, moeilijkheidsgraad, editing, shit. Als je begrijpt wat ik bedoel, hopelijk begrijp ik het wel. Dus vandaag... dus dan gaan we dat doen, alleen het werkt dus niet, omdat de videokaart een beetje keer aan het doen is. Maar ja, dan gaan we gewoon uitzoeken hoe we dat kunnen fixen, hoop ik. Anders zou het best wel kut zijn als ik dat niet kan uitzoeken hoe we het moeten fixen. En dit is het stuk buiten wat ik bedoelde. Hier is het ergens boven een kist waar je niet bij kan komen. Daar rechts bovenin, helemaal bovenaan, kan je niet bij komen. Maar er staat wel een kist. En ik vraag me echt af, hoe kom je daarbij? Oh, trouwens, ik zie nou wel een deur daar staan. Misschien moet je even hier aan de buitenkant komen, hé. Hey. Nou, weer iets geleerd. Zeker weten, weer iets geleerd, hé.
Dit is gewoon echt zo'n dik slagveld. En ik denk dat het wel leuk is om het slagveld idee ding is voor de volgende keer te bevaren. Dus ik ga zo inzoomen op mijn gezicht. Zoom in. Zoom in. Oké, dat lukt niet. Jammer. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Hopelijk kijk je de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu, later!